Laten we zitten. Ik ga met u lezen uit de Colossensebrief. Normaal gesproken doe ik dat uit mijn Bijbel, maar mijn ogen gaan erg achteruit, dus ik heb het in grote letters uitgeprint. Ik lees vanaf Colossense 2 vanaf vers 8 tot 15. Zie toe dat niemand u meeslepen door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog, in overeenstemming met de overlevering van mensen met de wereldgeesten en niet met Christus. Want in hem, dat is Christus, woont al de volheid van de Godheid lichamelijk. En gij hebt de volheid verkregen in hem, die het hoofd is van alle overheid en macht. In hem zijt ook gij met een besnijdenis, die geen werk is van mensenhanden, besneden door het afleggen van het lichaam des vleeses. In de besnijdenis van Christus, daar gij met hem begraven zijt in de doop. In hem zijt gij ook mede opgewekt door het geloof aan de werking Gods, die hem uit de doden heeft opgewekt. Ook u heeft hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met hem, toen hij ons al onze overtredingen kwijtschold. En dat heeft hij gedaan door het bewijsstuk uit te wissen dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en machten ontwapend, openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Jezus is overwinnaar. Over alle macht en kracht. Amen. Nou, het zal duidelijk zijn, ik wil het met u gaan hebben over dit deel van de Colossensebrief. En ik zal af en toe ook nog een ander stukje lezen wat er goed bij past. Ik ben hier eerder geweest. Misschien zijn er nieuwe mensen. Ik ben Gerard Wassink. Ik ben pastoraal en beleidsmedewerker bij de Bethel in Drachten. En ik hou van spreken. Ik hou van mensen dingen leren uit Gods woord. Het onderwerp van vandaag is valse leringen, valse leraren tegenover de volheid van Christus. En ik heb als thema gekozen, laat je niet meeslepen. Laat je niet meeslepen. Daar kom ik op terug. Blijf bij Jezus. Vandaar ook dat lied. Veilig in Jezus' armen. Zo dicht bij hem blijven kan ons niets gebeuren. In het pastoraat zeggen we vaak, zeker in bevrijding, ons gebed vermag niks. Klinkt raar, hè? Wij moeten schuilen achter Jezus. Jezus doet het werk. God bouwt zijn gemeente, niet wij. En als wij bidden voor mensen en we ze vrijzetten van allerlei banden met het voorgeslacht bijvoorbeeld, en het wordt een beetje eng, dan verschuilen we ons gauw achter onze grote broer. En dan kijken we af en toe om het hoekje wat hij aan het doen is. Dat vind ik het mooie van pastoraat, dat je erbij mag zijn als God aan het werk is in levens van mensen. Ik dwaal af. We gaan het hebben over de brief. De schrijver van de Colossensebrief is Paulus. Excuus. De gemeente in Colosse is gesticht door Epaphras, een medewerker van Paulus, die door Paulus prediking tot bekering is gekomen en enthousiast medewerker is geworden. Hij heeft in Colosse de gemeente laten ontstaan. En Colosse is een plaats die van oudsher heel internationaal georiënteerd was. Het was een handelsroute, het lag mooi in een dal bij een rivier in de buurt van Hierapolis en Laodicea. Die twee steden zijn later belangrijker geworden dan Colosse, waardoor Colosse wat naar een tweede plaats is gezakt. Maar voor die tijd was Colosse echt een hele belangrijke handelsplaats. En dat zag je in de tijd van Paulus nog steeds, omdat er heel veel
bevolkingsgroepen, nationaliteiten in Colosse aanwezig waren. En al die bevolkingsgroepen hadden natuurlijk ook hun eigen gewoonten, hun eigen religies meegenomen. Dus de religieuze context van Colosse was dat er heel veel verschillende religies aanwezig waren. Laat je ze er al op staan? Ja, hè? Bijvoorbeeld animisme en bijgeloof. Nou, animisme, dat is het geloof dat in allerlei dode voorwerpen, laten we zeggen bomen, stenen, rivieren, geesten en machten aanwezig waren, die voor allerlei rampspoed konden zorgen. En het bijgeloof wat daarbij hoorde was dat je die tevreden moest stellen. Want anders dan kwam het niet goed. Om de rampen af te wenden moest je offeren. Astrologie is een tweede. Het kijken naar de sterren in de veronderstelling dat de stand van de sterren en de planeten daadwerkelijk invloed hebben op het leven om ons heen. Er is een onderzoek geweest in Engeland. 60% van de mannen leest dagelijks zijn horoscoop. En 70% van de vrouwen leest dagelijks haar horoscoop. En ze baseren daar ook hun beslissingen op. Het is afgoderij. De Bijbel verbiedt ons daadwerkelijk om ons daarmee bezig te houden. Ik geloof in Leviticus. Het wordt sterrenwichelarij genoemd. Dus laten we ons daar verre van houden. Verder waren er natuurlijk allerlei Griekse en Romeinse goden die door al die bevolkingsgroepen werden aanbeden. En de ene groep stond voor dat je je moest onthouden van allerlei dingen. Vasten, geen seks hebben, ongetrouwd door het leven gaan. Dat is ook een vorm van ascese. Je onthouden van drank. Van, nou ja, noem het maar op. Ze hadden hele lijsten met dingen waar ze zich dan niet mee mochten bezighouden. En er was ook een andere groep, dus helemaal aan de andere kant van het spectrum, die maar deden waar ze zin in hadden. Want ze dachten, dat vinden de goden wel prachtig. Zij hebben het aan ons gegeven, dus laten we ons te buiten gaan in orgieën en, nou ja, eten, drinken, noem het maar op. Party. Verder waren er veel mysteriegodsdiensten. Mysterion. Het Griekse woord voor geheimenis zit daaronder. En het staat eigenlijk voor verborgen kennis. Het staat ook wel bekend onder de term gnostische godsdiensten. Van het woord gnosis, wat kennis betekent. En in al die mysteriegodsdiensten was het zo dat je een spiritueel groeiproces moest meemaken. Zodat je de volheid kon bereiken. En je moest daarvoor aan de hand van meer ervaren beoefenaars van de religie stappen doen, bijvoorbeeld een initiatieritueel en dan nog eens een ritueel om weer een stap verder te komen. Denk ik. Judaïsme vonden we ook. In Colosse was het, dat kun je misschien snappen, hè, als je denkt dat er heel veel verschillende bevolkingsgroepen waren. In Colosse was het een hele filosofische en mystieke variant van het judaïsme geworden. Veel minder strikt dan het judaïsme uit Jeruzalem. In Jeruzalem zie je het nog wel, die mannen met die vlechtjes in hun haar. Die zijn heel strikt op de wet en dat soort dingen. In Colosse was het veel meer een zaak van, niet van de praktijk, maar van het verstand geworden. Filosofie en mystiek. Maar wel nog met aandacht voor het houden van de feestdagen en de spijswetten. Niet al te strikt, denk ik, in Colosse, maar die aandacht was er wel. En ten laatste hadden we natuurlijk ook het christendom. Wat daar, zoals ik al zei, door Epaphras en door Paulus was gebracht. Nou, wat was nou de reden voor Paulus om deze brief te schrijven? Ik heb jullie de context geschetst en Paulus zag een gevaar in Colosse. En misschien heeft hij het ook wel zien gebeuren. Dat er vermenging plaatsvond van het christendom, van het christelijk geloof, de leer die hij daar gebracht had namens de Heer Jezus.
dat er vermenging plaatsvond met al die andere stromingen. En er zitten twee kanten aan deze Kolossenbrief, namelijk een kant van bemoediging en een kant van vermaning. In het Nederlands hebben wij daar twee woorden voor. En bemoediging gebruiken we als we ervan genieten, als we het fijn vinden. En vermaning betekent het als het een beetje oud doet. Als wij vermaand worden. Maar het Grieks heeft hetzelfde woord voor die twee. Dat is misschien wel een goede om te onthouden. Bemoediging en vermaning zijn in het Grieks hetzelfde woord. Laat ik met de vermanende beginnen. De vermanende kant van Paulus' brief is dat hij zegt, jongens, doe dat nou toch niet. Stop ermee. En de bemoedigende kant is dat hij ze de weg wijst hoe ze daaruit kunnen komen. Komt allebei terug. Wat zijn nou de gevolgen van de vermenging? Syncretisme. Syn van synoniem en credi van credo, geloof. Tegelijk in twee dingen geloven. Wat zijn nou de gevolgen daarvan? Ik denk als je op een hele mystieke en filosofische manier gaat nadenken over wie God is, dan kun je twee kanten op. Je kunt gaan denken, God is almachtig. Zo hoog verheven. Daar kunnen we nooit bij. En dat zag je ook in de christengemeenschap in Kolosse. Want die gingen engelen vereren. Als tussenpersonen. Omdat die konden vertalen wat God zei. En ook de dingen die de mensen aan God wilden brengen, konden vertalen naar God toe. Dus dan verlies je het zicht op de God die ook nabij is. Ik las een mooie uitspraak. God is behalve hoog verheven ook dichterbij dan onze ademhaling. Dat vond ik zo prachtig beschreven. En die beide kanten zijn belangrijk. Als we een van die twee verliezen, dan, ik zit naar woorden te zoeken, ik denk, dan verliezen we ons christelijk geloof. Of we doen er op zijn minst heel erg afbreuk aan. Natuurlijk is God hoog verheven. Natuurlijk is hij almachtig. Maar hij is ook dichtbij. Hij woont in ons hart. Dus als we die dingen door elkaar gaan gooien, dan verliezen we ons zicht op de inwoning van God. Ook als gevolg van het plaatsen van tussenpersonen, of dat nou engelen zijn of leermeesters die je in een mysterieuze weg een weg omhoog wijzen. Je plaatst iets anders tussen ons en God in, terwijl de Bijbel zegt, er is maar één middelaar tussen God en mensen. Jezus Christus en die alleen. Hij staat centraal in de gemeente. Niet engelen, niet de aardse leermeesters. Niets anders mag een centrale plek in de gemeente innemen. Dus dat zijn de twee risico's. We kunnen het zicht kwijtraken op Gods inwoning met zijn Heilige Geest in ons hart. En we kunnen het zicht kwijtraken op het primaat van de Heer Jezus. En beide zijn een bijl aan de wortel van ons geloof. Beide dingen waren terug te zien. Er waren gevolgen van dat syncretisme, van het vermengen van het christelijk geloof met andere geloven in het gedrag van de Colossensen. Enerzijds zag je het wetticisme terugkomen, dat ze heel plichtmatig, zeg maar, de feestdagen gingen vieren. Jaarlijkse, maandelijkse, wekelijkse feestdagen. Later hebben we natuurlijk gezien dat kerst en Pasen en al soort dingen terugkomen. Maar we vergeten dan, of de mensen in Kolossen, laat ik het daarover hebben, die vergeten dan dat deze feestdagen waren ingesteld voor het Joodse volk. En in het Nieuwe Testament vinden we nergens een opdracht aan ons als christenen om al die feestdagen te blijven onderhouden. Dus dan wordt de vraag, voor wie deed men dat?
Ik zal daar straks op terugkomen als ik het over onze eigen gemeente van 2017 ga hebben. En ik wil nog toevoegen, in het nieuwe verbond, in het Nieuwe Testament, heeft de genade van de Heer Jezus ons in de vrijheid gezet. Wij hebben geen, ik zeg altijd, bij God is geen moeten. Wij hebben die verplichtingen niet meer. We hebben het gelezen. Het bewijsstuk van de wet, het woord wat daaronder ligt, betekent eigenlijk schuldbekentenis. Dat was een handgeschreven papier waarin je zei, jij hebt mij dat bedrag gegeven, ik ben jou dat schuldig. In het Amerikaans spreken ze van een IOU. Ik ben jou iets schuldig. Dat bewijsstuk heeft Christus gepakt en aan het kruis genageld. Dat zegt, staat hier in de Colossensebrief. Het is precies hetzelfde wat we ook vinden in 1 Johannes 1 vers 9. Als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Het is volbracht. Een andere kant wat je bij de Colossenzen zag, is dat ze zich gingen onthouden van allerlei zaken. Ik heb dat al een beetje beschreven. Je zag dat ook insluipen in de gemeente. En zo is het voor ons mensen maar al te gemakkelijk om allerlei zaken te bedenken, niet alleen toen bij de Colossenzen, ook nu. Allerlei zaken te bedenken waarvan wij denken van, hé, nou dat lijkt wel een beetje op dat. Volgens mij is dat wel goed. Dan wordt God heel tevreden van mij. Wie is daar ook wel eens in getrapt? Zijn jullie eerlijk of niet? Ja? Je mag gerust je hand opsteken hoor. Goed. Ja, ik denk jongens dat we er allemaal in trappen. Dat we soms dingen gaan doen met overigens de beste bedoelingen. Hè? Geen misverstand. Met de beste bedoelingen. Waarvan we echt denken van hier wordt de Heer hartstikke blij van. En waarschijnlijk is dat gelukkig ook zo. Want God kijkt niet naar de buitenkant, hij ziet het hart aan. En als je weet dat je die dingen die je voor God gedaan hebt, hard werken en weet ik veel, activisme, als je dat voor de Heer gedaan hebt, echt ten diepste van binnen, dan geniet hij daarvan, dat weet ik zeker. En ik weet tegelijkertijd ook dat hij zegt, joh, ga eens even zitten, laten we eens even praten. Snap je? Dus het is niet verkeerd als het met een goed hart gebeurt. Maar het kan ook de plek van Jezus in gaan nemen. En dan moeten we op gaan passen. Er was een mooi verhaaltje over Luther toen hij nog een monnik was. Die was aan het vasten. Die bad iedere dag tot 3 heiligen. En, nou weet ik wat hij allemaal deed. Hij ging op een pelgrimsreis naar Rome. Waar hij op zijn knieën de heilige trappen opklom. Ascese. Zich ontzeggen. Werken doen. Tot op een gegeven moment een wijze abt hem bij zich riep en aan hem vroeg, joh Maarten, als je dat nou allemaal aan de kant moest leggen, wat zou je dan nog willen hebben? Wat zou je dan nodig hebben? Hij dacht na en hij zei, Christus, de mens heeft alleen Jezus Christus nodig. Nou, dat is één van de openbaringen, denk ik, die geleid heeft tot de reformatie. Jezus centraal in de gemeente. En wat ik nou mooi vind ook in deze brief is dat Paulus, nadat hij dit allemaal uit elkaar heeft uitgelegd, dat hij overgaat tot een proclamatie die hij er als het ware tegenover zet. De proclamatie van de volheid, de goddelijke volheid van Christus. En dan wijst hij ons erop dat God, dat Jezus is de schepper van het universum. Minstens medeschepper. Want 1 Johannes vertelt ons, want het woord was bij God en het woord was God. En er is niets geworden, zonder het woord is niets geworden wat geworden is. Jezus was betrokken bij de scheppingsdaden van God. Dus we mogen met recht zeggen dat hij de Heer over de schepping is. Hij is ook, ik heb het al even genoemd, overwinnaar van de machten. Op het kruis heeft hij onze bewijsstukken aan het kruis genageld
en ons de zonden vergeven. Ik kan het niet genoeg benadrukken, daar komt onze vrijheid vandaan. Maar omdat hij ook de machten en krachten van de duisternis heeft overwonnen, het is volbracht, is hij ook rechtmatig heerser over het rijk van de hemel, de hemelse gewesten. En nog een stap dieper, hij is ook, omdat hij degene is die ons verlost heeft, hoofd van de gemeente, hoofd van zijn lichaam. Een gemeente die daar het zicht op verliest, door ascese, door wat voor redenen dan ook, verstoort de communicatie tussen God en de gemeente en dan gaat het fout. Als we het zicht op het primaat van de Heer Jezus verliezen, ook in zijn rol als hoofd van de gemeente, dan dwalen we af. Kan niet anders. Klein stukje nog uit de brief. Kolossenzen 2 vanaf vers 22. Nee, laat ik eerst even een ander stukje. Wat zien we nou tegenwoordig van al dit soort dingen? Hebben jullie een idee? Gewoon open vraag hoor, roep maar. Wat zien we tegenwoordig van al die stromingen terug? Staat er al op? Ja, geen idee. Kunnen jullie nog meer bedenken? Anders ga ik ze eerst gewoon even af hoor. Wij zien christenen die zich laten meeslepen in het houden van Bijbelse feestdagen. Ik weet niet of jullie ze kennen. Daar is op zich natuurlijk helemaal niks mis mee. Als je dat doet voor je plezier of om de Heer daar een plezier mee te doen. Zodra het plichtmatig wordt en opgelegd door anderen. Omdat ze zeggen, jongens, dit zijn de feesten van de Heer. Die moeten wij vieren. Dan denk ik, nou, ga nog even je woord lezen. We zien ook, maar weet je, het voelt zo goed. Het voelt zo goed om bezig te zijn. En waar gaat het dan om? Gaat het om Gods eer of gaat het om ons gevoel? We zien ook christenen die zich laten meeslepen in het bijvoorbeeld vol overgave 10 dagen bidden en vasten. Zo'n fijne tijd gehad. Maar vraag eens door, waar zit dat nou in? Ja, het voelde zo goed. Het voelde echt geweldig. We zien ook christenen die zich laten meeslepen van conferentie naar conferentie. Oh, zo geweldige aanbidding daar. Oh, zo mooi. Ik zou morgen wel weer willen. Vaak doen ze het ook, hè? Na een week of na een maand of na een half jaar gaan ze naar de volgende conferentie. Op zich niks mis mee. Als je samen met een heleboel christenen de Heer wilt prijzen, dat is prachtig. Als er al Bijbelstudies gegeven worden op die conferentie, wat leren ze daar dan? Wat ze in de eigen gemeente niet kunnen halen? Begrijp me goed jongens, ik keur geen van deze dingen goed of af, hè? Maar ik wil wel er een nadruk op leggen, voor wie doen we het? Doen we het voor onszelf of doen we het voor God? En je ziet ook christenen die zich, dat heb ik al even genoemd, laten meeslepen in activisme. Ren je rot voor God syndroom, noemen we dat. En je ziet ze als het vaak, niet gelukkig niet allemaal hoor, maar je ziet ze ook gewoon vastlopen. Wat ik er straks al zei, God, ik denk dat God ook wel eens zegt van joh, ga nou eens even zitten. Wanneer praten we weer eens even met elkaar? Ik mag het zeggen, want ik ben daar zelf ook geweest. Ik heb me rot gerend voor God. En dat is niet wat hij vraagt. Nee, dat is niet wat hij vraagt. Hij vraagt van ons om met hem te wandelen, niet om met hem te rennen. Er is ontspannenheid bij God. En onderliggend bij de dingen die ik jullie genoemd heb, zit, als we niet oppassen, de nieuwe afgod op het christelijk erf. En die noem ik euforia. Het goede gevoel. Als het maar goed voelt. Dan mag het.
dan is het goed. Kletskoek. Dat is niet waar. Vraag maar eens aan Jona toen hij zijn opdracht kreeg van God om naar Nineveh te gaan. Voelde helemaal niet goed. Hij wou helemaal die kant niet op. Toen hij het toch deed, werd het wel gezegend, maar tot het eind bleef hij klagen. Dus ik vraag me af of ons gevoel wel een maatstaf moet zijn. Klein stukje uit de brief nog. Dit alles zijn dingen die door het gebruik verloren gaan, zoals het gaat met voorschriften en leringen van mensen. Dit toch is, al staat het in een roep van wijsheid, al lijkt het op wijsheid, met zijn eigendunkelijke godsdienst, zelfbedachte religie, zijn nederigheid en de kastijding van het lichaam, zonder enige waarde en dient slechts tot bevrediging van het vlees. Tot bevrediging van het vlees. Daar zit de kern. Dat wij zelf proberen onze eigen natuur tevreden te stellen. Dat is de nieuwe Bijbelvertaling, vertaalt het vlees met onze eigen natuur. Onze eigen natuur proberen tevreden te stellen, terwijl we eigenlijk echt soms ook ten diepste overtuigd zijn van het feit dat het God heel blij maakt. Maar laten we onszelf alstublieft goed onderzoeken. Of we dingen voor de Heer doen of voor ons eigen goede gevoel. Twee van de eerste dingen, die kleine kinderen die wij zeggen als mensen. Twee van de eerste dingen zijn, ik er zelf doen. Die onafhankelijkheid die zit er al vroeg in. En een ander is, nee, van mij. Dat zit er ook al vroeg in. En dan zegt Paulus, je kunt dat koppelen aan al die dingen die we net zeiden, hè? Van wat vinden we belangrijk? Dan zegt Paulus, zoek niet de dingen die op aarde zijn, zoek de dingen die boven zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Dat is de volgorde. Eerst Christus en via Christus in God. En Jezus' genade staat tegenover onafhankelijkheid en zelfgerichtheid. Want het is zijn genade die ons heeft gered en niet ons werk. Wij staan sterk als we ons vasthouden aan de genade die is gelegen in zijn overwinning. Aan het kruis. En als we dat doen, dan zullen we daar gevolgen van zien. Als we ons daaraan vasthouden, dan doen we geen zonde meer. Die bannen we uit. Dat kunnen we niet als mensen. We zullen best nog eens struikelen, maar we willen dat niet meer. We zijn erop gericht om dat uit te bannen en Jezus helpt ons. Dat is één. Twee, we gaan liefdadigheid toepassen. Als er iemand in de gemeente is die hulp nodig heeft, dan wachten we niet op de mededelingen, maar dan weten we dat. En dan gaan we naar die meneer of mevrouw toe. En dan gaan we vragen, hoe kan ik je helpen, zuster, broeder? Ik ben hier. Dit zijn mijn gaven en talenten. Ze staan voor jou ter beschikking. Dat is liefdadigheid. En als derde zullen we zien dat als we ons op de genade en de liefde van Christus richten, dat we harmonie krijgen in onze gezinnen. En dat we van daaruit harmonie krijgen in de gemeente. Dus ik wil afsluiten met te zeggen, richt je op Jezus' genade. Richt je op Jezus' genade. En laat je niet meeslepen door menselijke leringen. Richt je op Jezus. Amen. Even mijn administratie hoor. Ah, hier had hij zich verstopt. Laten we bidden. Vader, dank u wel. Dank u wel dat u hier bent. Dat u altijd maar een handbreedte weg bent, Heer. Eigenlijk nog niet eens. U bent dichterbij dan onze ademhaling. Tegelijk, Heer, bent u ook hoog verheven, almachtig,
onze eeuwige, onze God. Maar dank u wel dat u dichtbij bent en dat we iedere moment van de dag met u mogen praten. Dank u wel dat we mogen weten dat u zegenend aanwezig bent als wij u daarom vragen. Dank u wel dat we mogen weten dat u een rechtvaardig God bent. En Heer Jezus, dank u wel voor uw offer aan het kruis. De overwinning, Heer, die u daar hebt behaald. Halleluja. De overwinning die u hebt behaald op de dood in uw opstanding. De overwinning die u hebt behaald op de machten en krachten van de duisternis. En deze autoriteit, Heer, heeft u gezegd, die geef ik ook aan jullie. Wil ons leren, Vader, om goed met onze autoriteit om te gaan. En bovenal, Heer, wil ons helpen om de dingen die wij doen, te doen tot eer van u. En u te allen tijden in het centrum van onze gemeente en van ons geloof te blijven plaatsen. Dat vraag ik u, Heer, in de naam van Jezus, uw Zoon. Amen. Jongens, ik zit even te kijken waar de collecte moet of had moeten plaatsvinden. Wie helpt mij? Kan dat nu onder het lied? Ja. Oké. Dan gaan we samen zingen. O, welk een wondere verlosser. De liefde van God, onze liefdevolle Vader,
En de zegen van onze van de Jezus Christus, die onze grote broer is. En de leerzame aanwezigheid van de Heilige Geest in ons hart is met ons allen. Totdat Hij terugkomt. En ik geloof, Hij komt spoedig. Halleluja. Amen.